Yo guys, welkom bij alweer de 13e aflevering van Jedi Fallen Order. Oké, dus de vorige keer hebben we heel veel gedaan op Dathomir. We hebben heel coole dingen gedaan, zoals gevocht tegen idioten en gevlogen op een beest dat ons eigenlijk niet erop wilde hebben. Het was een heel spannende sequentie. We zijn direct nu aan het verder gaan met de vorige... aflevering, want we gaan dadelijk de tempel in, heb ik het gevoel. Dus laten we maar direct gaan beginnen. Oké, en ik zie dat ik aan het... Wat een prachtig begin. Oké, laten we gewoon gaan. Oké, we kunnen hier door het gat kruipen. Is dit weer iets? Nee, dat is ook niks. Dan gaan we hier gewoon door kruipen. Door de smalle gangen die ze nog steeds gewoon moeten verbreden. Oh, wauw, kijk hoe dat hij erdoor moet kruipen. Wat de hel is dit? Dit is toch echt geen goede klantenservice. Ik ga klagen bij de klantenservice. Dit kan niet meer. Oké, pak het dan niet vast, hè. Dank u wel. Ga er maar op staan. Daar vertrouw ik je namelijk meer mee. Als dat je gewoon niets doet daar. Oké. Niet te ver springen. Mediteren voor onze laatste stem terug bij te krijgen. Kunnen we misschien nodig hebben in een battle. Hè? We'll never know. Oké. En back. Ik was een PlayStation knop het binnen. Oké. Whoopsie. Oké. En nou? Was het dit? Oh, hierin. Oh, daar is iemand. Oh, wauw, we zijn nu echt in de tempel. Jezus, wat een brak ding. Maar kan ik kapot? No one has heard that. Nou, we moeten echt wel naar beneden gaan. Maar daar zijn er twee. Ik weet niet, maakt het uit als ik gezien word? Ik ga hem gewoon proberen. Oh wauw, ze vindt het eens raar dat ik ineens binnen ben. Ze gewoon, you made a mistake, Jedi! I know I made a mistake. Maar jij ook. Jouw mistake is om mijn wel te papa hier in de gevecht op leven en dood. Maar we dan wel jouw dood. Kijk maar, dat is het perfecte bewijs. En dan hop. Oh, hop. Ik vind die shields die reloaden echt fucking snel. Ik bedoel, met de shields doe ik dan die witte balk bij hun. Jij hebt maar mooi gewacht, dat vind ik wel lief. Dat vind ik, oh, is er ook een spin? Er is een spin. Oké. Ja. Hoppa, dat is de volgende. Jou kan ik gewoon pakken. Hop. Ja. Dan 1, 2, hop. Ja. Au. Oké. Hoppa. Nog een paar. Ja, ik zie nog mensen schieten. Van daaruit. I don't know. Zo, kan zij het niet. Oeh. Dat hebben wij per ongeluk mooi opgelost. Oh, fijn, dankjewel. Waar ben ik? Oh, fijn, dankjewel. Waar ben ik? Hot. Oh, sorry, ik had het net niet zien staan. Maar jij mij ook niet. Hop. Auw, stop met fucking slaan, je fucking bitch. Bam, oké. Top. Hey. Dos. Open. Bingo. Ja. Oké. Wauw. Hallo. Wat ben jij voor een gat? Je bent geen gat. Hallo jongens. Mag ik meespelen? Ik ben een hele toffe medeplayer. Wauw. Oké. And we're going around and around and around. Oké, op. En we gaan omhoog klimmen. Wat een tering eind, man. Holy crap.
excuses voor mijn gescheld. I can't help it. I'll try my best. Have you found the tomb? Close, but got a little sidetracked. Grease is acting strange. He swears he saw someone outside the mantis. Dathomir's getting to him. That's who he is. Are you all right? I'm not seeing things, so... Yes? I'm coming out of a Night Brother village now. Hoping to get back on track. Sounds like you're handling yourself. Yeah. Huh? BD and I got this. Oh, we moeten niet naar de mantis toe. Toch? Ja, oké. Het was gewoon even een tof gesprek. Ze zag ons van daaruit. Hallo. Welkom. Dankjewel. Oké, maar zelfs bij de mantis of straks of morgen of overmorgen of volgende week eigenlijk dan. Gaat er ook nog wel wat gebeuren bij de mantis. Want er loopt blijkbaar iemand. Ik vertrouw Grease. Grease is een goede jongen. Nee, ik haat het nog steeds met mindere mate. Maar Grease is niet gek. Laat het daarop houden. Ja, nee. Grease is vreemd, maar hij is niet gek. Dus als er iemand... Hij zegt dat er iemand liep, dan loopt er ook iemand. Daarmee kun je hem wel vertrouwen. I know that. For a fact. Hoi, goed geraden. Stel je voor dat ik nadat ik gewoon terug naar de mensen is gesprongen en ben weggegaan, moest ik alles opnieuw doen. Kunnen wij gewoon stoppen met mij in te sluiten? Want ik heb... Fuck you. Oké. Ik haat deze Night Brothers zo hard. Jullie zijn zo scheid irritant. En mijn O werkt niet, waarmee ik of kan weglopen. Of ja, op de Xbox zit dan een B natuurlijk. Werkt ook niet. Nu werkt het ook wel. My god, man. Ga dood, dankjewel. Ga fucking dood, jij enorme, lelijke, dikke hond dat je bent. Alsjeblieft. Ha! En we gaan verder. Zo, hé. Wacht. Waar kwamen we net vandaan? Kwamen we net van hier? I guess so. Dit is trash. What the fuck? What the fuck? Jongens, what the fuck? Klopt dit? De Wanderer is weg, dus dat is goed. Ja, inderdaad. Nee, dat kan niet. Hallo. Fight me, you coward. Fight me, you coward. Ah ja? Zo. En nou ga ik hier op boven klimmen. Het was dus wel de bedoeling, gelukkig. Oef. Zeg je dat we de tempel in gingen gaan vandaag? This must be the tomb. Gewoon in één rechte lijn de tomb binnen. Oh, maar dat is niet fijn. Oh, het is al veel te groot naar mijn goesting. Wat is er? Ja, doe dat ik wel. Don't fall behind. Interact. Er is een barsje in de deur. Die we kunnen gebruiken voor de sensei. En doet dat iets? Whatever that was, it's gone. Oké. Dan gaan we terugkijken. Waar moeten we zijn? Daar helemaal een hoekje. Oh, wacht. Stel dat ik je doodga, dan kan ik hier tenminste nog respawnen. Altijd even rusten, is dat de oplossing. Dus, oké, rest. We hebben één skill point, kunnen we helemaal niks mee. Dus dat is voor een andere keer dan maar weer. Haha, lol. What? Wat is hier aan de hand?
Hey vriend. Ready for a rematch later? Yeah, anytime. Sounds good. On your way to training? Always. Wait. Whoa, what's happening? What's happening? I heard we're getting new orders soon. The clones? I'm ready to be gone from this dump. Okay. Kan ik hier ook? Ik kan er ook gewoon holy map in. Sorry, interact ook even met hem. Paul's called me for training. You got this, kid. Isn't Jaro waiting? Ah, ik hou van de fucking clones. Ik ben ook de Clone Wars aan het kijken en de Clone Wars maakt echt mijn leven gewoon beter. Ah, die clones zijn zo geweldig. Zo jammer dat ze na een tijd op ons gaan turnen. Maar ja. We gaan leren. Maar wat gaan we leren dan? Zeg, hou je bek. Volgens mij gaan we nu een beetje een compilatie krijgen van alles. Zie je, kan er alles nog. Hop, ja. Nee, dat was het niet. Hey, Jared, dat pal, rustig, maat. Ik weet ook niet wat ik moet doen. Ik zie het ook maar voor het eerst. Oké, maar daar kan ik niet heen. Dus, kan ik dat voorspoelen naar mij? I don't know dan. I don't know dan. Kan je me helpen? Oh, ik zag net een regio hier, dus ik dacht, oké, let's try. Is dat alles wat we hier hebben geleerd in compilatie? Want dan vertrouw ik het eigenlijk niet meer. Want we zijn hier nieuwe dingen aan het leren. We zijn hier gewoon terug. Hop. Oh! Oké. Is wel eigenlijk een hele coole training chamber. Even tussendoor. Dus, wat de fuck is dit, jongens? Wat de fuck doen wij hier? Ik leef. Cheap shot, commander. Focus. Were you concentrating? You would have anticipated this distraction. Ah. Better, Padawan. Join me. Ow. Okay. Zo. En hop. Hop. Hey daar. We did it, boys. We will begin with physical preparation. First though, we have orders. Braca is secure. Orders. We move out from Mikey Toshi. Yeah, order 66. You must. Astro, are you okay? No. What? What's happening? Why did the commander just... Padawan, something terrible is happening. What the? There are no answers to your questions. Not yet. We need to get off this ship. Quickly. Get to the escape pods. Use the maintenance halls. We trained for this. Do you remember? Yes, Master. Well, what about you? I will create a distraction and meet you. If I am not there without me, I will find you on Braca. Do you understand? Krijgen we Order 66 te zien nu? I will seal the blast doors, but if any cross your path, do not hesitate. Go. Oh no. Fuck. Go! Oh no! Oh no! T'Pol's on the move. We're gonna need backup. Nee! Don't get the fucking T'Pol! T'Pol is my master. Need to pull that to get through. Pull. Nog een keer. Pull. This doesn't make any sense. What's going on? Oh my god. We have eyes on the Jedi. Like a Jedi! Search everywhere. You can't have gone far. Air's off again. Wait, what's that noise? Hold this room. I'll search the area. Oh, I better. Whoa, sorry, I'm having shock. Multiple squads. Shoot on sight.
No, don't fucking. Oh no. What changed? What's that? Someone's in the maintenance halls. I think Amir's in turbo left. Not much further after that. Maar wat? Ik ben even. Ik ben. Wow. Ik ben even. Oh, come on. Oh, dope. Oh, maar what the fuck? Hoe random is dit? Oh no! Oh no! Please. Got this. Just need to keep moving. No, you're dead. Okay. You don't even need clone troopers to kill you. Oh, is dit de plaats waar de Plo Koon en zo allemaal dood gaat? Oh no. Met mijn lightsaber dan. Oh no. Mijn lightsaber is weg. Oh, what the fuck? Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. No, oké. Log. Ja. 1, 2. Oh my god, nee. Dit is ook gewoon de muziek van Order 66! Oh, you can't do this to me? Oh, Jerry, come on. Oh. There's an override just ahead. We must activate it if we're to escape. Yes, Master. Exact nog, haha, stel je voor, haha, Order 66. Holy shit, man. Activate. What's that sound? Get ready. Come on, Jerry, you got this. Goed zo, goed bezig. We have to leave now. Langs waar? Oh, langs hier. Open door. Oh no! Oh, ik ben aan het trillen op dit moment. Nee! Oh no, don't do it to me. Nee! I'm not crying. Hold the line. Wait for the Jedi Council signal. Oh, don't die, please. Niet hier. Weet je, broekjes zijn lightsaber? Padawan, it is time for instruction. For what? What? Zo, ik snap het niet.
Ik wil jou niet. Ah, nou man, ik krijg je gewoon die fucking deur open. That's not a fucking case. Show me your strength. Will is weak. You lack discipline. No, I don't. What the fuck? Well, no. Connection to the force. No. Yes. My blood is on your hands, apprentice. You are a failure, a weakling, a traitor. You are no Jedi. What the fuck? Nee! dit zag ik niet aankomen. Ten eerste, Kel, rustig. Kwaad worden met de Force is niet handig. Daarvan zijn mensen corrupted geraakt. Zoals een bepaalde Anakin Skywalker. Ik weet niet of je hem kent, maar hij is Darth Vader geworden. rustig met die anger, man. Wow. I didn't see that coming. Okay, let's go. We kunnen hier vast wel iets mee. Of niet. Ik durf daar niemand te mediteren. Thanks. Let's just get out of here. I can't explain BD. Not sure I even understand. My friend, we've reached the tomb of Kujet in search of an Astrium. Oh. Hey, BD, take a look. Sorry. Yes. Ik word er niet door. Waar ben jij? Bitterfly, waar ben ik? Zo, man. Moeten we hier langs? Oh ja, hier moesten we langs. Het is niet Ko's plan. Ik kan zeggen, ik didn't warn you. Leave me alone. Leave you? Alone? Lost? And defenseless in this dangerous place? Never. Okay, enough of this. Who are you really? Yeah. Taran Malakos. Former Jedi. Like yourself. We have much in common. What? I doubt that. Oh? We both survived the purge. The Jedi purge. My troops betrayed me. I was forced to strike them down, and I escaped to this desolate place. To the darkness here. It almost took me. But I conquered it. Ik ben er even niet goed ervan. What the hell? You're the one the Knight Brothers follow. Yes. Hey, is the leader van de Knight Brothers? Well, these savages only respect strength. Waarom respecteren ze mij dan niet? Sorry, dit is wel waar. Is a most powerful ally. Oh. Oh, you use the Force to seize power. That's everything the Jedi stood against. Dark times. They will consume us if we do not stand with each other. I don't need your help. That broken lightsaber. It has a different tale. He broke you saw the lightsaber. Something there, didn't you? Something terrible. That's okay, you know me. There are many such places here in Dathomir. Fuck. Join my family. I can teach you how to control its power. No, don't do this. Join my family.
And I will teach you to control the power. Familiar words, Malikos. Sister Merin, you overstep your bounds. For years, you said the Jedi orchestrated the massacre that killed my sisters. Yet here one stands, and you seek only to bring him into your family. You were told to deal with it. Clearly you lack the power, little witch. Power. What? You are mad, Malikos. Dothamir has unmade you, and my misplaced loyalty has allowed you to lead the Night Brothers astray. Unlike the Jedi, the Night Sisters of Dothamir do not turn on their kind. Our bond is eternal. Your sisters are dead! Yes. Their graves are all around you. Time to go. Ik heb het gevoel dat we moeten gaan vechten. Krijgt hij nu zeker met de kracht van Dathomir? Foolish girl! This power is beyond your control! Ik heb geen lightsaber meer. When you face one night sister of Dathomir, you face us all! Ja, ik heb geen lightsaber meer. Dus ik ga nu, vind ik een goed idee. Vind ik een prachtig idee. Om te gaan wegrennen. Dan de Mantis. Oh, crappy, what the fuck, man? What the hell? Oh, no, dat is not de bedoeling. Oké, ik weet ongeveer waar het is. Met ongeveer bedoel ik ben de lange route aan het nemen. Ik ben het kwijt. Daar moest ik in. Ja, ik had eigenlijk de lange route genomen. Oepsie. Jij doet me toch niks. Zit je? Ah! Oh no, ook nog een dombeest. I'm not ready for those. Seer, Seer, tell Grace to get the Mantis running. What's happening? A Night Sister, she raised the dead. They're after me. Whoa. Ah! And you're leading them here? Captain, prepare for takeoff. Hier was ergens... Ja, deze weg zou ik. Maar dan had je al kunnen zien daar. Dat... Oh no! Fuck, 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 fuck. Okay, we're running, we're running, we're running, we're running. And hop. Whew. Get us out of here. Ah, ze hangen als een schip. Please don't get inside. I've got dead witches crawling all over my ship. Just go. We gaan hem. Gaan ze eraan blijven ankeren, wagen ze zijn meisje. Gelukkig. Did you find the tomb? Your master's lightsaber. I saw him. Master T'Pol, I saw the day he died. I saw what I did. Now it's destroyed. I couldn't save him. Cal, you were only a child. No, I know I could have helped him. If I'd been stronger and braver, if I would have listened to him, I could have helped him. I know it. Cal, it's time I told you everything that happened to me when I escaped the Empire. Nee. They brought Trilla in the room. And when I saw her eyes, they showed me what I had caused. She was an inquisitor. And something in me gave. And I lost all control. I tapped into the dark side. And I killed them all. Every last one of them. Except for her. And for years,
I couldn't forgive myself. I was a wreck because I had all this rage. And I tried pushing it down, but there was no hiding from myself. And all I wanted to do was die. Oh, wow. But then I learned about the Holocron. A spark of hope that there could be a future, that we could move on. Get up. Toes lief. We hebben het wel nodig. I can't change what I did no more than you can change what happened to your master. It's in the past, but Cal, you have to make a choice to move on. How? You're gonna start with this. You are going to build a new one. Fuck. Ilum. Ilum, ken ik niet. Het is heel snowy. Cal. You will be tested. Yeah. But I'm ready. I don't Zeker? Mean just here. Every Jedi faces the dark side. Wacht, je gaat niet zeggen dat Kaal richting de dark side gaat. Dat kan ik niet aan. And it's very easy to fail. Is dat je lightsaber? You're still struggling with the dark side. Even after cutting yourself off from the force. Als die nu rode zijn, dan gaat die aanzetten in die rode. Ik vond dit niet zijn. You will always struggle. But that is the test. It's the choice to keep fighting that makes us who we are. Shit. I guess it's about time I find out who I am. I guess so. Wish me luck. Oké, ik kan wel zien. Oké, geen lightsaber, nog steeds niet. The Jedi Temple. Waar? It's been a while. Yeah. I remember. Every Jedi comes here as a kid. Oh. They did. When there were Jedi. Oké. Oh my god, man, een sneeuwstorm. Ik laat vaak dat het donker is, maar nu is het te licht. Looks like a way through over there. I'll be careful with the ice. Uh-huh. Oh, een mapje kan wel redden. Waar dan? Oh. Hier. Tussenin. Ah, hier zijn die poncho's. Nu zie ik ze. This is the worst blizzard I've ever seen. Hey, echt waar, man. Holy crap. Storm, the temple. It all feels connected somehow. Storm, the temple. Oh, hier. Ja, dit zag ik niet aankomen. Zag ik absoluut niet aankomen.
Okay, wow, wat een heftige episode. Hoe ver nog? Oh, nog heel ver. Oh, het valt op zich wel mee dan. Not here. Aha. Great Jedi meditated here. Returned at points throughout his life to contemplate his many adventures and trials. I know. Zo'n lightsaber kunnen dat niet erin. Oh, moet je terug omlaag. Zo. En dan zit hier ergens een rikkel waar ik naartoe kan ofzo. Ergens aan deze kant moet iets zitten. Ik kan holle mapje ook hier niet gebruiken. Maar het zou hier ergens moeten zijn. Oké, dit ziet er klein wel uit ergens aan de ene kant. Maar dit is het niet. Oh, wauw. Ik heb dit overleefd. Ben ik er? Oh, wauw. Ik ben er. Oké, trekken. Ik moet jou vastmaken. Met I don't know waar. Daar. Interact. Scan jij dat maar even. Terwijl ik hier even langs de muur ga. It used to be beautiful. Het stil is. Warmth is nice. Ja, waar. Okay. I remember this room. Master Yoda melted that door to let us into the caves. Not with the Force. He knows Master Yoda. The light passed through it and carried its warmth. I bet we can do it too. Maar waar de fuck moet ik het vaststeken, even serieus? Dit is even een serieuze vraag. Heb je een flauw idee? Ik heb echt een flauw idee, wat de fuck? Ja, ik kan je pakken, maar kan je niet vastmaken, dat is een probleempie. Ja, ook niet. Zie ik die overdropt? Ik kan niet geen enkele vastmaken. Oh, welkom. We zitten hier op de grond. Scan. Oeh, dat is een cloaked figure. Let me see. Let's head out. Oh. Dit is interessant. Oh wauw, ik dacht dat we hier op konden. Maar nee, het is toch. Hoe komen we terug omhoog dan? Ah, langs hier. Oké, nou zit hij hier. Jou vastmaken, dat je toch kan vastmaken. Oké, ben jij openstaan al?
Okay, and 3, 2, 1, hop. Okay, that's that. Hier langs kan ik niet. Okay. Dit wil even verder puzzelen. Maar deze kant is het dus alvast niet. Oh no! Ja, die zit vast, dus kan hij die niet gebruiken. Okay, lastige puzzel. Jezus Christus man, lastige puzzel. Oh no! Zo, ik ga touw pakken. En maak het touw hier vast. Bingo. Zo, terug omhoog. Hoppa, en hoppa, hoppa. Oké. Okay. En normaal, als ik het goed heb, want ik kan deze nergens vastmaken, moet ik er niet doorheen schijnen. En dit schijnt er niet doorheen. Dan ga ik je nou eens teruggooien. Ook gaan pakken. Schijn daar doorheen. Yes! Haha! We did it. Woehoe! Hashtag zwaar leven is dit, man. Oh, dan gaan we van de grond af. Wee! Auw. Oké. Oké, aha. It's good at it, Ik wil er mediteren, want ik wil de aflevering afsluiten, Oké, druk op X om te resten. Oké, that we have done. Dan gaan we ook even onze skill tree erbij pakken. En dan jouw survival lightsaber force. Ik ga eens kijken bij survival. Characters additional life when using a steam canister from BD1. Step potency increased. Of potentie. I don't fucking know. I don't care. Oké, dit werkt. Ik kan ook een keer rusten. Dat zeker is opgeslagen, de skill points. En dan dieven we dit. Tenzij ik niet eens weer terug zit in de Order 66. Dan overleef ik iets. Oké, wow. Jesus Christ. Ik heb misschien een klein beetje moeten winnen. I did not see this coming. Oké, wow. Ze zeggen 13 is een ongeluksgetal. Dit is aflevering 13 en we zien onze messen vermoord worden. We zien de clones tegen ons keren. Ik denk dat ik een superstition ga beginnen geloven. Oké, mensen. Dus, vonden jullie dit een leuke video? Geef dit een like. Comment, subscribe, deel deze video met al je vrienden. Bedankt voor het kijken. En bye bye. Holy shit.